Wij denken dat er op dit ogenblik te weinig openheid en transparantie bestaat rond het Koningshuis. Dus onze bedoeling is bij te dragen om het taboe te doorbreken en dus eigenlijk de discussie over onder meer de financiering, onder meer over de dotaties, onder meer over de verschillende voorrechten ter discussie te stellen. We denken dat de burger, de belastingbetaler, echt mag weten wat er met zijn belastinggeld zou gebeuren en wat het Koningshuis daarmee zou doen. Het kabinet heeft tot twee keer toe, in 2000 en 2011 geloof ik, een nota moeten maken over de functie van het koningschap. Er zijn discussies geweest over de koninklijke financiën en dat heeft toch wel tot een aantal aanpassingen geleid. Tot beperking van het koninklijk huis, tot verstrakking van het financieel statuut. Normaliter kan men dan zeggen dat een president minder verdient dan een koning, dat de civiele lijst hoger ligt dan een wedden voor een president. Ten tweede is het zo dat in een presidentieel systeem er geen dotaties bestaan. Er is alleen de wedden voor het staatshoofd, maar niet voor de echtgenoten van het staatshoofd en voor de kinderen. Dus daar is een republiek beter gekomen dan een monarchie. Het was eigenlijk ook de bedoeling om te komen tot een soort van koning binnen een republiek. Alleen zitten we nu twee eeuwen verder en er zijn nu grote contrasten tussen Nederland en België. Nederland heeft een bijzonder transparant systeem, er is zeer veel over nagedacht geweest, terwijl België eigenlijk voor een groot stuk is blijven vastzitten in die regels van de 19e eeuw. We hebben parlementsleden die al de hele tijd bezig zijn met parlementaire vragen om een beetje duidelijkheid te krijgen over de financiering van het Koningshuis. Dat heeft heel wat resultaat opgeleverd en dat gaf aanleiding om eens een colloquium te doen over alle aspecten van de monarchie. Hoe wordt die gefinancierd? Betalen die mensen belastingen? Hoe wordt hun personeel aangesteld en welke politieke rol spelen zij? En ik moet zeggen dat die resultaten toch tamelijk onthutsend zijn. Wel dat we blijkbaar geen enkel zicht hebben over hoeveel gelden er naar de koninklijke familie worden doorgesluist. Dat deze mensen ook geen belasting betalen, dat ze geen btw-vaccins betalen, dat hun personeel door niemand wordt gecontroleerd en dat die politieke rol vrij ingrijpend is. Dus een modernisering van het Koningshuis is toch wel het minimum wat je kan vragen. We gaan nu een mooie brief maken voor die RUPO en voor de ganse regeringsploeg. En die gaan we opsturen met onze aanbevelingen, goed gemotiveerd en gedocumenteerd. Die gaan we overmaken. Binnen dit en enkele weken zullen we dat doen. Wij zijn vragende partij om nu een parlementair debat op te starten, want we stellen vast dat het in Nederland gebeurd is en dat dat daar allemaal kan. En dat de regering ook een visie geeft op een modern koningschap. Hier lijkt dat allemaal taboe. Het is onze bedoeling om dat taboe te gaan doorbreken in dit parlement.